47 en andere organisaties, die hebben mensen op de been gebracht vandaag voor het parlement om te protesteren tegen de wijzigingen voor wat betreft de wet op staatsschuld. Hoe zit het met de CLO? Vonden zij het niet belangrijk om mensen op de been te brengen? We spraken hierover met CLO-voorzitter Ronald Hooghart, die als volgt reageert. Met Hooghart spraken wij ook over de situatie bij de GLIS om ons toch een update te geven. U hoort Ronald Hooghart. Ronald Hooghart in de hoedanigheid van CLO-voorzitter, C47 en andere organisaties hebben vandaag mensen op de been gebracht. CLO had er geen behoefte aan. Kijk u, laat me nogmaals duidelijk maken. We hebben in 87 hebben we Ravaku opgericht. Met een duidelijke doelstelling om gezamenlijk te werken. Wat er gebeurt is dat bijvoorbeeld C47 altijd voortouw heeft willen nemen. Waardoor er een wanverhouding was met andere centrales zoals Moederbond PWD. Wij van CLO hebben altijd gezamenlijk met C47 gewerkt. Eigenlijk waren beter bij elkaar dan gezamenlijk die andere groepen. Ik kan u zeggen, broeder, u weet dat de grondwet van in 87 bij referendum ook de staatsraad was meegenomen. Als we kijken naar de verhoudingen van hoe de staatsraad in feite is bevolkt door de vakbond. En wij zijn in feite als de grootste vakcentrale bijna niet gewaardeerd daar. G47 had het hoogste woord daar. En wij werkten mee. Dat wij dachten, kijk, het is beter wanneer we gezamenlijk dingen doen. Hebzucht en gierigheid om niet de basis te zijn van iets. En dat ging meer ook om politiek gewin. Ja. Dus we hebben bijna nooit wat gezegd, maar het werd ons te veel. Dus we zitten in Ravatuur, maar vanwege de verhoudingen daar en de houding, de overheersing die ze 47 wilden hebben in Ravatuur, dan komen we minder aan de orde, minder aan boord. Dus wanneer ze hier komen, dan is Ravatuur dat mag. Maar ik ben van oordeel dat iedereen, we hebben een klein meningsuiting, we hebben een stukje democratie. Soms gaat het te ver, soms minder ver. Wij zijn daar niet tegen. We hebben geen probleem met die manifestatie, maar het maakt mij niet uit. De ene keer als C47 links is, dan is het voor hen goed. Als ze rechts zijn, is het voor hen goed. Ik heb een constante benadering als zaken mij niet goed liggen als persoon, dan vecht ik tegen die zaken. Dus iedereen mag vechten wat die wil. En iedereen heeft een keuze. Alleen, die keuzes zijn vaak zo dubbelhartig dat je niet meer weet waar je staat. Maar wat had dit vandaag zin, of was het maar onzin? Nou, kijk, alles heeft zin, je leert eruit. Maar nogmaals, ik heb in dit land, zolang ik de politiek ken, geleerd dat oppositie nooit eens is met coalitie en omgekeerd. Wat de coalitie ook doet in dit land, het is nooit goed. En ik heb dat ding ook gezien, normaal bij kleine verenigingen, bij school, overal. Als Charles iets goeds brengt, dan is Carlos er tegen, want het komt niet van hem. Omdat de coalitie Charles anders aan de boom. We hebben vorige week hier gehad de kwestie van het aanpassen voor een vergoeding van die oude minister van de revolutie. Al die mannen zijn bijna 80 jaar. Allemaal zijn boven 70 jaar. Ik bedoel, wat maakt het uit als je ze toch moet komen? Belangen zijn nog voor. Ja. En de hele oppositie is daar tegen. Gewoon niet omdat het
hebben in al die jaren. Dat is de situatie in Suriname. Dus de oppositie mag het zijn. Ik leer er wat van. Ik heb er altijd wat van geleerd. De coalitie is er. En laat iedereen weten. Wanneer Ronald Hooghart coaliseert, dan is dat coaliseren. En mijn woord is sterker, sterker. Dat trangen maar van het harde acte. Meneer Conti de Jetta Maradape. Iedereen weet hoe het gegaan is met mij. Dus in dit land. Hoe is het gegaan met u? Iedereen weet, iedereen kent me. Ik ben geboren getogen NPS'er. Ik heb tijdens voor de coup was ik niet bij de coup, na de coup was ik niet bij de coup. Ook lang daarna. Maar als je kijkt naar de behandeling die je krijgt uit de partij waar je bent opgegroeid, waarvoor je hard hebt verdiend, waarvoor je risico's hebt genomen. Die allemaal bij vrienden die hebben gewoon naar ons toe, dat bij Jonko. Op een gegeven moment, als je met de leider van de revolutie hebt zitten praten, we hebben 6 uren lang zitten praten, broer. Dat is meer dan ik bijvoorbeeld met Venetiaan heb gesproken vanaf 73. In 73 was ik voortouw in die strijd waar Abaiza is doodgeschoten. Was ik een van de voortouwjongens. Toen droeg ik vanaf dat jaar op mijn schouders, op mijn hoofd. Ik kan me niet voorstellen reden waarom die mannen me zo hebben behandeld. Want iemand schreeuwt hier voor me hier in de zaal, ja, hij heeft pijn. Inderdaad is het pijnlijk wanneer je gewerkt hebt voor een organisatie, wanneer je eigenlijk risico's hebt genomen voor die organisatie. Een keertje ga ik eigenlijk niet schrijven, want daarom zat hij in zang nu met me. Heer Hooghart, in dat u daar hier staat, de recentste update over Chris en de acties daar. Nee, zeg, ik weet niet hoor. Ik laat het hart hier zeggen. Ik weet niet waarop de president wacht om die man weg te jagen. Die man is daar bezig de revolutionaire ideeën die in de wereld rondlopen. Eigenlijk te determineren. De man is daar net eigenlijk een koloniale master. Daar dingen uit te oefenen. De man is wrokkerig omdat de mensen hem gezegd hebben dat ze geen vertrouwen in hem hebben vanwege zijn gedrag. De man is diabolisch bezig. Die man heeft in feite vorige week de mensen hun salaris ingekort. Omdat hij vindt, de mensen zijn in beraad. De mensen gaan elke dag aan het werk. De man heeft de computers van de mensen afgesloten, allerlei dingen. Dus je dwingt de mensen eigenlijk niets te doen. Dan ga je die mensen hun salaris inkorten door te zeggen dat ze niet gewerkt hebben. Nu stuurt hij brieven voor die mensen dat ze naar het ontslag gaan, want ze werken niet. Ik kan niet zeggen. Ik heb geprobeerd een paar advocaten in de hand te nemen, maar die heb ik niet. Ik kon de Japchin. Die heb ik de afkati naar Mati. Dus de manier te kouden. We zijn niet zakelijk in dit land. Maar ik heb op dit moment toch wel ingevonden. Ik ben bezig nog een tweede te zoeken. Die zaak moet naar een kort geding laten we kijken en gaan opletten. Maar wat die man uitlokt, is dat in feite er een totale strijd uitbreekt waar zijn partij voordelen uitkrijgt. En die partij, NPS klaar, ik kwam morgen met een Rusland tegen de NPS man, ga vegan NDP. Morgen met een Rusland doet dat niet. Kijk, die partij die sluit je aan de NDP, dat de mensen kan van ons eten. Maar wat is het precies, heer Hooghart? Groene tafel of de president moet ingrijpen. Dus we gaan naar de groene tafel, maar ik ben van oordeel dat de president die man moet wegjagen. En snel, snel. Want wat die man doet, die man schept een wanverhouding binnen de dienst. En als dat ding niet snel ophoudt, dan zal nog leven in zijn leven. Dan kan de bakatiaria zijn nog los op. Die man hebben vorige week een verdeelheid met de wereld. De dag gelegd. De man Johan Toeman aan voorlopig stangen alles beloftes. Elke dag doen ze
steeds aan de strijd, de progressieve strijd binnen Klis eigenlijk open te breken. Dat is wat meneer Chilpano Tjanahun doet.